En hallo iedereen, welkom terug bij Let's Play Skyrim. Ik ben een gast, ja, jullie waren vorige keer waren gebleven. Vorige keer waren we dusdanig hier gebleven, heb ik zo het gevoel. Wat hier spannend, ik zie juist dat ik de game opstarten. En deze episode gaan we als het goed is gewoon verder met de main quest. Zoals je kunt zien, we zijn level 46. Wauw, dat is echt fucking veel. Ik ben momenteel even aan het kijken wat we ook weer moesten doen. Hoe deden we dit allemaal ook weer? Moeten we even de controls erbij pakken en dergelijke. Ik heb het al een tijdje niet meer gespeeld. Oké, zo werkt de map. Zoveel fucking objectives hier zo. Althans, objectives, allemaal dingen waar we naartoe kunnen. Volgens mij moeten we nu terug naar Riverwood. Ja, laten we dat dan ook doen. En dan leer ik ondertussen terug wel weer een beetje de controls. Het is nu aflevering 99. Aflevering 99 alweer. En aflevering 100 zou Frank terugkomen. Dat gaan we dus ook nog steeds aan volhouden. Of in ieder geval proberen. Als je niet weet wie Frank is, er heet een episode van Skyrim, Frank. En dan moet je dat begin maar even kijken. Hij staat trouwens ook in mijn kanaaltrailer, dat stukje. Ik vond het best een leuk stukje om te gebruiken. Maar oké, dus we zijn erachter gekomen dat de Falmor niet erachter zit. Achter deze terugkomst van de draken. Dus wat wel? Je hebt het uit leven, in ieder geval. Je gear is safe in mijn... Did you learn anything useful? Really? That seems hard to believe. You're sure about that. You're right. I just... Mijn wapens zijn een beetje raar aan doen. If not the Thalmor, who? Or what? Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists. Back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Ironic, right? Die wou ik niet kiezen. Ik wou die onderste kiezen. Hij ging niet mee. Even so, we've got to find Esbern. Do they know where he is? Ja, Riften. Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Okay. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Okay. Yay, achievement! Leuk, dankjewel. Oh, mijn wapens doen nu tenminste een beetje normaal. Okay, mijn wapens zitten hier in deze kist als het goed is. If memory calls. Een andere kist. Deze dan. Ja, dat is onze equipment. Take all. En die gaan we nou ook eventjes aandoen. Dat lijkt me wel zo handig. Oh, die hebben... Oh, wacht niet. Die hadden we al aan. Oh ja, oké. La la la. Party clothes. Die drop ik hier wel. La la la. We hebben een Evening War Axe, superior shit. En we hebben de meest mogelijk bal, superior shit. Damage 47, damage 45. Dat is redelijk wat. Oké. Ja. Oké dan. Ja, ik heb dus alles al. Oké, let's go. Op naar Riften. Laat me er langs. Dankjewel. Kreng. Geen idee waarom ik die wardrobe dicht heb gedaan. Oké, let's go. If you're not gonna use that armor you dropped, do you mind if I take it? Yep. Doe maar. I'm going to get it right now and wear it. Many thanks. Gekke jongen. Gekke. Hoe wist je trouwens? Wacht, wat? Dat was een geheime basis. Hoe wist je dat ik daar iets had gedropt? What the fuck? Het is een spion. Hij moet dood. Nee, helaas. Kan niet. Volgens mij is het zo'n character wat niet dood kan. Dat vind ik wel jammer aan Skyrim. Zeg maar, iedereen kan dood. Behalve de characters die belangrijk zijn voor questen. Oké, op naar Riften. En dan gaan we naar de Redway Keep. Nee, Redway Vault. Wat was het ook alweer? De Redway Vaults. Volgens mij was het de Redway Vaults. Niet zo 1, 2, 3, heel zeker. Maar er zijn wel eens een keertje vaker geweest, dus er moet totaal geen probleem zijn. Maar waarom die daar staat is een beetje vreemd. Oh, hij wil dat ik nu de Thieves Guild inga. Ja, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon de normale ingang in, hoor. Ik ga niet diegene via de Thieves Guild doen. Flikker op. De Redway. Het heet gewoon de Redway. Oké, maakt niet uit. Ik vraag me af of de enemies hier gerespawned zijn. Volgens mij doen ze dat niet. Wow! Wow, dat doen ze dus wel. Oké.
Nou, ik dacht dus niet dat er... Oh, die enemies zijn ook niet gerespawned. Of, ja, nee. Dat is alleen een enemy die hier stond. Oké, grappig. Niks meer. Was gewoon grappig. Volgens mij is het hier. Nee, dat is de Ragged Flag. Moet ik daar naartoe? Ja, dan moet ik naartoe. Dan moet ik gewoon naartoe. Waar staat die quest objective dan naartoe? Oh, oké. Okay. Nu staat hij goed. Oké. Okay. Hé, hey, jongen. Heb jij nog eens wat voor sale hier zo? Take a look. Oké, okay, I will do. I will do. Oeh, glas. Oeh, ja, glas. Ik heb echt een zwak voor glas. Ik kan er niks aan doen, maar ik vind het zo'n mooie armor in dit spel. Echt. Mooier dan de Daedric en dergelijke. Maar dat is natuurlijk ook heavy armor, dat is ook niks voor mij. Laten we die iron ingots kopen. Hop, tegen genoeg geld. Leer? Nee, leer niet. Leren strips wil ik wel kopen, ja. En, volgens mij wordt er weer gebelletje leld at the moment bij mij thuis nu. Door kleine kutkinderen die hier een tijdje rondlopen. Ik ga er gewoon niet op in. Ik laat ze wel gewoon. Eens even kijken. Dwarf. Oeh, we hebben onwijs veel shit hier zo. Dat is chill. Even kijken, want ik moet natuurlijk weer helemaal inkomen. En ik zie nu gewoon dat... Oké, hier moeten we niet naartoe. Volgens mij moeten we naar deze gozer. Deze hier. Ja, hij volgens mij. Dat is een allesverkoper. En als ik bij hem wat dingen ga verkopen, dan kan ik... Oh nee, wacht. Hè. Nee, dat is niet bij hem. Nee, volgens mij kan ik... Nee, er is bij één zo'n gozer. Daar kan je alles aan verkopen. Dat is een soort van miscellaneous verkoper. Was het dan toch deze gozer? Was jij het dan... Volgens mij was jij het dan toch. Ook niet, hè? Nee, ik kan hier niet... Volgens mij heb ik gewoon niet zo heel veel. Ik heb zo'n gevoel dat ik zelf ook gewoon niet zo heel veel heb. Nou ja, ik ga even kijken bij de smid hier zo. Want ik moet nog even snel naar de smid toe. Want ik wil even kijken wat ik allemaal nog kan maken. Zodat ik een beetje mijn dingen kan upgraden. Mijn smidding. Lijkt me wel zo handig namelijk. Dus even kijken. Oh, oké. Okay. We kunnen building materials maken, maar ons huis is al af. En we hebben hier jewelry. Dat kunnen we ook niet maken. Zoals je kunt horen, dat geblaf van de honden. Dat komt door de fucking belletje lellers. Ah, ik word hier zo naar van die kutkinderen. Ik ga ze echt helemaal dood maken. Echt. Oké, okay, nou ja, we maken in ieder geval iron armor. Nee, laten we gewoon iron daggers maken. Ja, laten we dat gewoon doen. Fuck die shit. Dat is de normale manier hoe je normaal experience kweekt in dit spel. Alleen die is toen, ja... Dat is toen zeg maar uit het spel gehaald. En toen kon je zeg maar dat niet meer doen om heel snel level up te gaan. Dus het is nu super moeilijk om smidding level 100 te trainen. Maar ja, eens even kijken. Weapon. Iron dagger. Kunnen we verkopen? Ja, 10 verkopen. Mooi. Heb ik 10 in ieder geval weer verkocht. Dan gaan we hier naartoe. Wow, ik ga niet springen als ik aan het rennen ben. Onthouden, Jordi. Onthouden. En waarom we met jou moeten praten is ook een goede vraag. No of an old man hiding out in Riften named Esbern. A lot of people looking for him. Don't know his name. But he's paid good money for nobody to know he's down here. He's holed up in the Ratway warrens. Hardly ever leaves the place. Has someone bring him food and such. Crazy old coot from what I've heard. For that to stand out down here, he must really be off his nut. Oké, ja. Ik heb het gehad met die kleine kutkinderen die lopen te bellen. Ik ga een emmer met water pakken en ik gooi het over ze heen gooien als ze dit nog een keer doen. Zo terug. En dan zijn die pokkenkinderen natuurlijk net aan weg op het moment dat je ze... probeert met water te overdrenkelen. Of hoe noem je dat ook alweer? Te besproeien? Nou, besproeien zou ik het niet noemen, maar... gewoon helemaal onder het water te gooien. Zeg maar, helaas. Als ze nog een keer aanbellen, ga ik het zeker weten doen. Want ik heb echt een hekel aan deze kinderen die hier rondlopen. Echt. Ze helpen een beetje hier de straten terroriseren sinds dat ze hier rondlopen. Ik heb ze namelijk afgelopen tijd ook al gezien hier rondlopen. En zei ik tegen mijn moeder zo voor de grap. Ah, kijk, het is de gang. Oh, pas op. Oh. En nu gaan ze ook echt aanlopen bellen. Dus ik ga nu ook zeker weten, als ze nu nog iets doen, ga ik ze ook zeker weten achterna met die emmer met water. Echt, jongen. Ik zorg dat ze me nooit meer vergeten. Niet aanbellen bij deze gozer hier. Maak je helemaal dood. Nou ja. Oké, dus dat boeit eigenlijk vrij weinig. Hier kunnen we naar beneden toe springen. Dan zijn we een verdieping lager. En dan als het goed is, is hier ergens. Ik moet daar gewoon in blijven, denk ik. Ja. Hier is Esbern. Althans, niet hier, maar in deze. Hè? In dit gebied hier. Als het goed is, lopen hier geen gekkies rond. Althans, volgens mij lopen er wel een paar gekkies rond. 2 of zo. Maar niet dat ze direct gaan aanvallen. Volgens mij, als je deze deur hier open doet of zo... zal zo'n gek hier proberen aan te vallen. Ja, hier, dat bedoel ik. Kijk, en dat heb je nou ook hier zo, alleen... Oh nee, deze is al open. Volgens mij waren er 2.
gekkie? He explained it all to me. Before, when I still understood. I don't remember, but I still know. What? It's hopeless. He told me. He's right, you know. Iron Dagger of Cowardice? Oké. Dit is ook echt stelen, gek genoeg. Waarom is dit stelen? Ik bedoel, waarom... Nee, dit hier horen zeg maar de wetten niet te gelden, vind ik zelf, hoor. Ik vind het een beetje raar dat je hier de wetten laat gelden. Kan ik hier... Unlock door Apprentice. Ik heb hier nooit verder in gekeken in deze ruimte, dus ik ga het gewoon even doen voor de grap. Hallo? No, never find me. Hallo? Go away. Wat? Mercy! Jij valt me aan. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer voor gekkigheid? Waarom val jij me dan weer aan? Je valt me aan en je zegt mercy. Wacht, wat? Dat snap ik even niet. Oh, hier kom ik vandaan. Volgens mij gaan de kinderen weer aan op me bellen. Ik hoor mijn honden al blaffen. Ik word hier naar van. Maak ze dood. Maak ze echt dood. Oeh, wat is dat? Dat is... Oh, volgens mij is dat gewoon een beetje mistigheid. Oké, laat maar zitten. Wat? Je zei niet eens wat. Hij zegt helemaal niks, deze gozer. Oké. Nou, S-Burn is gebukt, zoals je hier kan zien. Ik ga hem ondertussen even quick save voor de zekerheid. Zoals je kan zien, S-Burn is gebukt. Dus zijn tekst zal je alleen kunnen zien. Je hoort hem niet. Wat een beetje minder is. Dus als je wil lezen wat die gast te zeggen heeft, lees dan vooral mee. Ja. Is er een bepaalde knop ingedrukt of zo op mijn toetsenbord dat hij dat doet? Ik zie wel dat. Staat caps lock aan? Nee, caps lock staat niet aan. Ik heb geen caps lock. Oké, kan die open? Oh, fijn. Ga je niet menen. Ben je nou gebukt? Oh. Fijn. Reload? Laten we dat eens doen, reloadje. Kijken of dat werkt. S-Burn. Ja, wacht even. Fijn. Dit is ook de reden waarom ik ben gestopt met Skyrim spelen. Oh man, niet alweer. Oké. Vond die ACV leuker dan een groen duimpje? Wil je hem opzien de volgende keer? Volgende keer gaan we dan met S-Burn praten. In ieder geval, tot aan en nou, doe bitches.